dat hij misschien nog weg zou gaan, Stefan de Vrij. Ja, zo een periode. Liefst Pandev in hun midden van Genoa hier op bezoek. Club in grote financiële desolaatheid achterliet. Het is namelijk de capaciteit om niet aan te herinneren. We hebben het allemaal al een klein beetje weer verdrongen. Maar ook in de Serie A weer, dus bij deze aftrap van het seizoen, is gebleven Pandev. Sterker nog, hij heeft nog een contract reliefvoering daarin. Lopen seizoen aan zijn stutten trok. En daarmee de club meteen een salaris. Opwachting maakt voor de eerste keer zijn opwachting bij Inter. Komen er dus liefst door Jan Boskamp. En dan hebben we verder het verhaal kwijt. Ben met dit geheel terzijde. In elk geval Hernani is de man. Maar Zeko wil hem ook wel hebben. Dit leek de eerste overtreding. Sterker nog, Mariani vindt het de eerste overtreding. Sterker nog, het is ook meteen de eerste gele kaart. Als ik mij niet vergis. Zo. Ja. Onder andere City, Wolfsburg en zeker ook Roma een aantal jaar. Van Skriniar, die is er nog steeds. Die wordt nu weggeduwd. Daar is de Vrij! Dat was lekker geweest, zeg. Skriniar wil een penalty. Niet echt een hele prettige herinnering aan DK. Nou, niet de wedstrijd tegen Spanje. Zijn kapo van de Cosa Nostra. En de goal! Ja, ja, ja! In de zesde minuut opent Inter de Serie A-competitie 2021 met een prima goal. Hij was al eerder actief. Antwoordje van Genoa. Goeie bal is dit, zeg. Kalom. De bal niet vol genoeg, maar een schitterende stand. Ik denk daar even Dumfries nu. Overname. Mooi afgelegd en dan goed gedrukt, zeg. Prachtige aanval van Inter. Dat echt speelt. Klein zetje. Terwijl Çanoğlu. Terwijl Çanoğlu gewoon voortgaat. Combinatie met Zeko. En dit is de enige manier. De enige manier. Om al die vertrekkende mensen te doen vergeten. Zelfs moet ook nog maar een goaltje aan kunnen komen. Nu levert hij de bal af bij Bastoni. Dan was het ook in Zeko. Het over hem heen. Maar daar komt Sensi misschien mee. Laat ook Shomu Rodov niet vergeten. Zeko. Ik dacht dat hij hem al binnengekopt. Bastoni met de overtreding. Ten opzichte van voor de kampioen. Dat was een wisselpaas. Dan richting Zeko. Kan hij uithalen? Jazeker. Maar het feest was sowieso niet doorgegaan. Lautaro Martinez. Overtreding, scheidsie. Nou, in één keer. Hoppakee. Nee. Brozovic. Hij zal het niet aan liggen. Bastoni stoomt ondertussen lekker op. En is dan natuurlijk behoorlijk teleurgesteld dat het zo afloopt. Want er was absoluut perspectief in deze actie. Hij stormt. Er is iets. Hernani. Pandev, zo, die deelt een beuk uit, zeg, met zijn arm. Gaat dan zelf geblesseerd liggen. Maar dit wil ik nog een keer zien, ja. Wat doet Pandev? Even wachten op Darmian. Nee, dat is geen goede oplossing. Sensi is weer de bal kwijt. Ja, maakt dan een overtreding. Frustratie druipt er. Bij de nationale ploeg gehaald. Nu zo'n Perisic. Die kijkt. Zocht Sensi. Nee, geweldig. Nou, Zeko. Ach man, geef hem dan. Je moet hem geven. Çanoğlu. Aan deze kant zijn ze nog gevaarlijk. Ja, nee. Dat was Zeko weer. Brozovic dan. Çanoğlu, Perisic. Mooi teruggegeven. Nou, kom je er nog? Oplossing was geweest. Over oplossingen gesproken. Darmian is er langs. Maar niet helemaal. Fischito greep nog in. Darmian. Met deze schade overleven. Genoa. Zeko zegt, ik raak hem niet. Het is nog niet gedaan. Nou, Kalon moet scoren. Oeh, de laatste minuut.
had hij zomaar de wedstrijd weer aantrekkelijk kunnen maken. Weer een echte wedstrijd van kunnen maken. Prima. Uit het niets. Ah, had hem al gegeven. Perisic de kans. En toch de 3-0. Geen buitenspel. Maar wel buitenspel. Het duurde eigenlijk net te lang voordat hij de bal gaf. Dat heeft het verschil gemaakt tot deze minuut aan toe. Zeko. Mooi klaar. Nog een wedstrijd. Benieuwd of Genoa nog iets in de melk te brokken is, inderdaad. Goran Pa. Ja, de combinatie Calon nu met de kans, maar het is weer een schot van helemaal niks. Sabelli. Ja, doorgelopen. Serpen. Maar dat is een hele moeilijke bal. En dan loopt hij zelf min of meer toch over de achterlijn. Oh, schitterende bal. En dan is het nog niet gedaan. Barella kreeg nog een schietkans, maar Sensi werd gelanceerd. Transfermarkt, maar ze hebben zoveel spelers weer. Is iets versnelling. Voorzet, daar komt de kans en de goal. Ja hoor. Zo, dat ging ook even lekker in de driehoek ook. Maar ja, dan is. Hier is Pandev. Legt hij goed af, hè? Ja. Het gaat om die 1 of 2 zing. Rovella. Op ruimte Perisic. Kunnen ze het uitspelen? Perisic zelf. Arnoglu moet wachten op Perisic. Maar dan. Wilde ik zeggen, lever die bal eindelijk eens een keer goed af, maar van tijd dat Inzaghi gewoon Stefano Sensi had. Mooi snel gespeeld. Rovella, laat hem maar eens los, maar daar wordt niemand heel ongerust van in Milaan. Heeft op de been. Bianchi dan maar eens met een schot, hè. Klopt maat mee aan Sabelli. Dit is ook niet zo aardig. Wellicht. En Hakimi. En hier niet de 3-0. Ja, Zeko. Nee, Zeko. En dat is goed gedaan. En dan is het alsnog 3-0. Mooi gedaan, Barella. Schitterende assist. Eindelijk de 3-0. Misschien kunnen ze zo dat chagrijn met de supporters samen. En de bal daar hebben. Krijgt hem ook nu de voorzet. Nee, de poging zelf. Ach. Dan bij de tweede paal. Ja, nu is het geen goal. Vraag niet hoe. Van Heusden is er nog. Doet hij prima deze Belg weer. Oh, Bianchi. Heeft de ruimte. En dan het schot. Hier, ben nou. Zijkant, nee. Bal gaat terug naar Zeko. Ja. Ik sta op en ik applaudisseer voor Edin Zeko. Zo verdiend. Mooie assist van Vidal. Ik dacht even van, betrekt Dumfries er nou in. Maar dit was ook prima.